Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Mijn Hand en Beste. Vandaag zijn we terug met een nieuwe aflevering van Rocket League 3-3. Als je nou vaak wilt zien, abonneer en reageren, like zeker deze video. En ik weet echt godverdomme niet wat de missie van Rocket League moet zijn. Of met mijn laptop. Maar de laatste tijd ik heb ik gewoon geen FPS meer. Ik heb geen enkele games. Waarschijnlijk is het kapot. Of broken, ik weet het niet. Ach ja, ik moet de pret niet drukken, hè. Mis. Ik geef dan goed voor, jezus. Of niet. Yes. Oké, daar zat ik echt wel heel erg mis, maar... Shit happens. Shit happens. Hey, denk het even niet, hè? Als er nou een team van een fork heeft. Nee, oké. Nice. Ik zit trouwens met twee AI's. Dat vind ik ook wel erg bijzonder. Ik wil nog tips weten om FPS aan te passen. En alsjeblieft. Niks over te zeggen dit. Gewoon netjes gescoord door mij. Jammer dat die teammate van mij niet is gelukt, maar... Ja, je kunt niet altijd zes gooien, hè. Zo. Mooi. Nou, nu opvangen door mij. Of niet. Nee, jammer. Jammer. Echt jammer dit. Bijna. Dan bijna. Bam. Ja. Ah, zee, jezus. Zo. Ik ga het zo vol. Er zitten ze hier met kriebelen. Omhoog komen, nee, en ik natuurlijk even. Voor een soort van hey, in AI is veranderd. Zo, alsjeblieft. Oh nee, in AI is veranderd. Nee, fijn, we beide weg. Zo, tweede doelpunt. Nice, very nice. Iemand een idee voor om FPS dus het meer in de comments. Heel godverdomme, niks gebeurt in deze laptop. Dus niks gebeurt waar je van zou zeggen. Nou, het heeft te maken met waarom de FPS zo kut is. Kijk, hij zit gewoon powered in, dus. De stroomvoorziening moet hetzelfde zijn. De resources moeten zijn ook nog steeds hetzelfde. Dus... het is een beetje raar. Ah, jammer. Ja, dat vind ik jammer. Ja, één keer verdedigen en de tweede keer niet. Man. Ah, hij staat ook gewoon. Het is ook gewoon puur geluk. Gewoon, ja. In instantie gaat de kost. Daar heb je toch gewoon geen ene kut aan zo'n teammates. Like, fuck off. Maar ja, je kunt er niks tegen doen. Tegen
heb een keer gescoord en al twee keer of twee doelpunten of zo, drie doelpunten tegengehouden. Ja. En dan is er weer zo'n lul die moet peuken. Ah, schiet hem je eigen doel in. Dat zou ik ook doen. Jezus, wat een teammate! Kijk, dit maakt niet uit, maar dan verdedigen. Blijf verdedigen. Maar dat doet hij ook niet. Dus ja. Ik weet ook niet wat ik hier moet zeggen, hè. Zo. Even kijken. Yes. Voorgegeven. Jammer. Goed zo. Lekker teammates. Eindelijk, ze doen iets. Woep woep. Ze doen iets. Gewoon met één, gewoon één animatie en gelijk een FPS minder. What the fuck is er dan? Hoezo is hij niet stabiel meer? Kijk, oververhitting kan het niet zijn. Of dan raak ik snel oververhit, maar dat geloof ik ook niet. Zo. Ja, waar moest ik anders? Ja, ik voelde hem weg, maar ja. Wat de fuck deed die bal? Ik flip mijn auto naar rechts en de bal gaat naar links. Wat zijn er voor visjes in de Rocket League? The fuck. Maar we gaan gelijk door naar het volgende potje. Jongens, welkom bij het tweede potje van vandaag. Oké. Okay. En ik heb hem niet. FPS is nog steeds kapot. Waar de fuck het aan ligt weet ik niet. Maar dat hoop ik snel zo snel mogelijk te kunnen fixen. Dat is echt fucking kut. Ah, alsjeblieft. AUB. Nice. Ja, ik heb hem. Mooi dat mij dat doen. Ik ben 60 fps weer. Fuck. Fuck het leek. Kijk, wat is er zo broken in? Oké. Misschien een keer heel computer wipen. Misschien gaat dat helpen. Nice. Ja, ik heb de bal. Ik heb hem. Oké, en ik stuiter. Ook fijn. Oh, of hij heeft hem. Ook goed. Ook goed. En alsjeblieft. Score hem. Goed zo. Nice. Even kijken.
Goede voorzet en helaas. Maar gewoon een voorzet om mezelf, dat is fascinerend. Ik geef hem voor dan. Nope. Ik ga wel voor mijn makje terug. Ja, ik kon die niet verdedigen. Helaas. Tegen Pasi net achter mij. Oh wauw, omdat die 10 meter rot ging het gewoon fout dus. Ik deed nog enigszins short, die 10 meter springt naar achteren. Wat? Wat deed die? Wat dacht hij bij zichzelf? Okay. Even kijken. Nee, jammer. Nee, mis. Nice. World class defending. Zeg het zelf. Jammer. No, yes. Goed lossen. Zo, alsjeblieft, fuck jou. Zo, en hopelijk gaat hij goed omhoog. Yes. Oh, of niet. Maar hij wordt alsnog gescoord. Mm-hmm. 4-2. Nice. Very, very nice. Mis. Ja, lekker bezig teammates. Zo. En alsjeblieft. Yes. Yes, yes, yes. Eén. Ja, jammer. Jammer, jammer, jammer. Ik kwam nog probeerde hem te verdedigen, maar dat ging helaas niet. Ja. Ah, buk maar weer. Mag niet uit. Jammer. Ja, ik weet het. En paal. Zo. Oh. Goed zo, lekker gemist jongens. Lekker gemist. Heel goed. Ik klik er naartoe. En nice. We gaan door lekker naar het laatste potje van vandaag. Yo mensen, welkom bij het laatste potje van vandaag. Hopelijk gaan we deze ook winnen. Het openen. En back to the game. Ah, back to the server. Nee, in ieder geval, ik zag niet wat ik deed.
Jezus, een scheidmotor heeft hij. Net een vlieg. Jezus. Echt een scheidmotor die gast. Oh nee, het is echt gewoon net een vlieg. God. Nou ja. Zo, nog een keer. Nou, te hard. En we krijgen hem weer terug hier. Nah, dit is nee, ik vind hem echt niet van. Ja. Nice. Ha! Noob. Nee, ik moet zeggen, dat gebeurt mij ook nog hoor. Bam. Direct fixed it all, brother. Op jongens, op vlieg. Vlieg hem erin. Alsjeblieft. Ik kom wel aangevlogen hoor. Heb je hem goed zo? Nee. Oh, en dan gaat hij overheen en dan bam. En ik raak de paal. Maar nee, hij mist hem volledig. Oh god. Zo. Op jou? Ja. Misschien door mijn muggen vriend, maar. Oh ja, nak mijn boot. En hij nakt die ook nog even. Goed zo. Goed zo. Alleen iets te laag, jongen. Iets te laag en deze stuitert, maar. Kom tegen. Goed zo, teammates. Lekker bezig, mug. Yeah. Oh, nice. Raken elkaar. Dat moet je niet hebben, hè? En waarom ik hem niet raakte, weet ik ook niet. In ieder geval. Ja. Liften. Zo. En hij staat er nu door. Goed zo. Ja, ik verdedig wel. Oké. Okay. Ja, lekker wezen team. Ging net zo goed. Het ging niet zo goed. Maar, hé. Hey. Weet het? Ik fix het wel. Zo. En hij tikt hem door. En hij tikt hem niet door. En ik had geen boost. Niet genoeg boost. Rexy. Correctie. En ik vlieg er wel mee in.
zeggen en dan moet ik terug. Zo. Even de enemy uitgeschakeld. Enemy down. Go ahead. One. Oké. Okay. Nee, geen verdediger. Aanval is de beste verdediging. Oké, okay, daar stond dus gewoon niemand voor. Zeggen was een open doelkans, maar. Dus. Zo, alsjeblieft. Alsjeblieft. We hebben het derde potje op de gewonnen. Dus als je dit nou vaker wilt zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. Dan zie ik bij de volgende aflevering van Rocket League of iets anders. Bye.